via Cultura Weekend Magazine. Met Arie de Bruin die een gedicht voorleest. Presentatie en gespreksleiding Gert-Jan Kleinpaste. En aangeschoven is inmiddels welkom Arie. Dankjewel. Arie de Bruin. Ik geef de hele ochtend aan mijn gasten jouw boekje weg. Ik dacht ik doe een kerstcadeautje in deze laatste uitzending van Weekend Magazine. Het boekje Normaal is alweer een tijdje geleden verschenen. Dat ging rondom corona in de, na de eerste golf. De eerste golf, ja. Dus dit is uiterst actueel opnieuw. Ja, ja en inmiddels zitten we in de tweede golf. Nou weet ik dat jij nog steeds met enige regelmaat een gedicht aan jouw doelgroep verstuurt. Ja. Via de mail. Ik bedoel, ik ontvang hem ook steeds braaf in mijn mailbox. Wat maakt dat je op die manier met gedichten bezig bent en het graag verspreidt? Ja, nou ja, iedere actualiteit vraagt bij mij om gedichten. Maar deze tijd is natuurlijk wel heel bijzonder. Dus, en ja, bij mij schieten dan ter plekke, bij wijze van spreken, zinnen en trefwoorden te binnen waar ik een gedicht van kan maken in die coronatijd. En ik ben ermee begonnen om mensen in het onderwijs, waar ik heel veel connecties heb, mm-hmm. ja, om die op de een of andere manier te ondersteunen, maar ook het geheel wat te relativeren, ja. Ook dat. Ja. Ook de grappige of humoristische kant soms van dingen te laten zien. Maar ik merk wel dat daardoor, ik verspreid het via een netwerk en ook op LinkedIn. Maar ik merk dat daar heel veel reacties op komen. Dat mensen dat gewoon ontzettend leuk vinden. Ja. En op scholen hangen ze het in de personeelskamer, hangen ze zo'n gedicht. En dat relativeert de situatie weer. Je bent een onderwijsman in hart en nieren. Daar kennen wij elkaar ook van. Daar hebben we ook al een keer in een uitzending over gesproken. Het onderwijs zit nu weer helemaal op slot. Dat lijkt me een hele moeilijke fase voor die mensen ook. Ja absoluut. Ja. Ja, dus ja, want men, eigenlijk was er dus toch wel een soort verwachting. Oké, het is zeker het basisonderwijs, we roeien met de riemen die we hebben, maar we kunnen doorgaan. Ja. En dat ligt nu ineens ook weer plat. Ja. En dat is toch wel heel spannend, van hoe gaan we dat straks na de kerstvakantie doen. Ja, en de argumentatie was ook wel curieus, hè? Want als je de basisschool sluit, dan zijn die kinderen thuis en die kunnen die ouders niet uitwerken. Ja, ik vond die van Jette wel heel mooi, een soort enkelband, kinderen als enkelband gebruiken. Hè? Ja, dus, ja. Oké. Nou heb jij in jouw boekje een samenwerking gezocht met een tekenaar die we verder tegenkomen. Ja. Hoe is die samenwerking destijds tot stand gekomen? Ja, Len Munnik is trouwens ook een Dordtenaar. Hè? Hij woont ook in Dordt. En ik ken hem al heel lang. Wij zijn eigenlijk vrienden. En we hebben al vaker dingen samen gepubliceerd. En toen ik mijn eerste gedichten zo rondstrooide, ter plekke maakte hij er een tekeningetje van. En op een gegeven moment werd het idee geboren om er een boekje van te maken. En ook om dat boekje, de opbrengsten van dat boekje ten goede te laten komen aan de stichting Edukans. Edukans is een onderwijsontwikkelingorganisatie, ja. Maar de lockdown heeft niet alleen in Nederland, maar ook in heel veel andere landen in de wereld behoorlijk groot effect. En in Afrika, waar Edukans met name ook werkt, er zijn talloze scholen gesloten en die kinderen, daar is geen enkele opvang voor. Ja. Nou heeft Edukans met een aantal lokale organisaties een plan bedacht om radio-uitzendingen voor kinderen te verzorgen. Dus in plaats van digitale lessen worden de radio-uitzendingen. Een soort educatieve programma's op de radio. Ja, inderdaad. En daar is de opbrengst hiervan, wordt er daar ook aan besteed. Ja, dat is grappig. We begonnen de uitzending al met Bamenda en de opbrengst voor Bamenda. Waar ook corona impact heeft en waar geen sociaal vangnet bestaat, waar het echt zwaarder is. Edukans zet zich al jaren in voor Afrika. Heel mooi dat het boekje dat dan ook steunt. Ik heb begrepen dat vanuit het boekje er inmiddels ook een expositie is in het stadskantoor. Nou is het stadskantoor
wel gewoon open. Dus daar kunnen mensen naar binnen. Kunnen ze ook een blik werpen op die expositie. Wat gaan mensen daar zien? Nou, we hebben dit idee opgevat eigenlijk in samenwerking met het Onderwijsmuseum. Want in eerste instantie was het de bedoeling om een expositie in het Onderwijsmuseum te organiseren. Ja, dat zit dicht. Ja, dat zit heel dicht op elkaar natuurlijk. Maar ja, dat zit nu dicht inderdaad. En vandaar dat het idee kwam, waar het Onderwijsmuseum een mooi bruggetje heeft geslagen, om dan die tentoonstelling in het stadskantoor op te hangen. En dat zijn eigenlijk gewoon een x-aantal pagina's uit dit boek vergroot. Mm-hmm. En met wat informatie over het waarom en het hoe. En ja, that's it. Dus dan zie je daar een paar tekeningen, een paar gedichten. Ja. En we hopen dat mensen, als ze daar eens even gaan kijken en zo'n gedicht lezen, ja, hetzelfde effect heeft. Het gaat allemaal over de coronaperiode en wat voor impact heeft dat op mensen. En met name in het onderwijs, maar ik heb ook wel een aantal gedichten in dit boekje. Ja, die niet specifiek op onderwijs gericht zijn, maar gewoon, ja, wat voor effect heeft het op onze samenleving? En nou ben je na dit boekje ook gewoon gaan doorschrijven, dus er zijn nieuwe gedichten. Is er ook weer een plan voor, ik ga nog een keer zo'n boekje uitgeven om Edukans te steunen? Ja, dat zou heel goed kunnen, ja, want je hebt geen idee hoe lang die coronatijd nog duurt en wat voor effecten dat heeft. Nou ja, we gaan vanaf 8 januari vaccineren. Dat schijnt eventueel een derde golf te voorkomen, maar volgens mij wordt het wel diep in het voorjaar 2021 voordat er iets is van de titel van jouw boekje, dat normaal. Dat nieuwe normaal, hè? Ja. Dat zou heel goed kunnen, want inmiddels hebben we drie drukken van dit boekje uitgegeven. En die derde druk, ja, die is ook alweer voor 3/4 verkocht. Dus mm-hmm. op een gegeven moment, ja, dan is de markt ook wel een klein beetje verzadigd. Over wat voor oplages hebben we het dan? Hoeveel? In totaal zijn er nu 6.000 exemplaren verkocht. Ja, dat is toch een heel behoorlijk aantal. Ja. En het spreidingsgebied is gewoon echt heel Nederland, of is het een Dordts feestje? Nee, het is echt heel Nederland, ja. En we hadden zelfs nog bestellingen uit België, dus dat is ook nog wel weer leuk om te werken. Maar het zijn met name ook scholen en schoolbesturen die dit soort boekjes aanschaffen. Ja, en dan geven ze het cadeau aan het personeel. Ja, het is bijvoorbeeld een heel leuke kerstattentie natuurlijk op dit moment voor het onderwijs en het personeel. Oké. Nou heb ik jou gevraagd van, zoeken ze gedichten uit om ook voor te lezen. Ja. Dan krijgen onze kijkers, luisteraars ook mee wat er in het boekje staat. Heb je een leuk gedicht uit? Ja hoor, nou ja, er zijn er verschillende. Ik heb het trouwens ook nog meegenomen die ik net geschreven heb. Maar dat, ik weet niet of daar nog tijd voor is. We gaan eens even kijken hoe ver we komen. Ja. Maar een heel actueel zaak op dit moment ook, maar tijdens de coronatijd ook, is, ja, lopen kinderen nou achterstanden op of niet? In die periode. Ja, en het is maar hoe je het begrip achterstand natuurlijk definieert. Maar daar maakte ik het volgende gedicht over. Als je gewoon bent blijven groeien toen je niet op school mocht zijn, hoe kan je dan achterlopen? Achter wat en achter welke lijn? Je hebt vreselijk veel geleerd, allemaal op eigen kracht. En je deed thuis heus niet altijd wat er van jou werd verwacht. Je hebt op de stoep getekend, je hebt gepuzzeld en gespeeld. Het aantal uren uitgerekend dat je je niet hebt verveeld. En je weet nu dat de wereld morgen ook weer anders kan. Dat je met wat minder drukte heel gelukkig leven kan. Ook al heb je flink gebikkeld, ook al deed je goed je best. Al heb je je snel ontwikkeld, maar je loopt achter op de test. Ja, dat is een hele, hele leuke kwinkslag in die laatste regel ook. Ik bedoel, want we testen ons suf in dat onderwijs, denk ik wel eens. Dat achterlopen, dat wordt natuurlijk afgemeten aan een standaardtest. Ja. Maar en we vergeten dat een kind op alle mogelijke andere terreinen waarschijnlijk zich ook heel sterk ontwikkeld heeft in die periode. Alleen, dat meten we allemaal niet. Je kunt natuurlijk in je dagelijkse omgeving doe je de hele dag door leerervaringen op. Ja. Zullen we ook nog een nieuwe van niet in het boekje, maar wel recent verschenen, doen dan? Die zullen we dan nog even doen. Even kijken hoor. Deze heb ik van de week geschreven om mensen een happy new year te wensen. Dat is heel toepasselijk in deze tijd. Heel toepasselijk. Gouden kerstboom af gaan tuigen, want alles valt vandaag in duigen. Dat was dus maandag, hè?
Nog een kleintje kerst op dinsdag, meer zit er niet in dit jaar. We zijn met dat vreemde virus voorlopig nog niet klaar. Iedereen heeft wel een mening of het wel zo handig is en wat nou toch verstandig is. Straks 2 weken zonder vuurwerk en een lege kerstnachtkerk. Black Friday mocht wel doorgaan, dat geloof was wel te koop. Maar Maria kan wel wachten, het vaccin biedt misschien hoop. Wij leren deze dagen toch verschrikkelijk veel om te leven met wat vragen, met een virus op het toneel, bij het kerstfeest van het leven. Leven met onzekerheid van getallen, statistieken en geloof in kwantiteit. Wat onhandig zijn we zoekend op de weg naar kwaliteit. We verlangen naar de liefde en het leven met elkaar. En we zoomen met z'n allen naar het Happy New Year. Prachtig, dankjewel. Dat was nog een recente. Als er nou mensen zijn die denken dat boekje normaal, ik wil het hebben. Is het nog te kopen? Waar vinden ze het? Ja, boekhandels zijn ook gesloten op dit moment. Maar alle digitale boekhandels, daar kan het sowieso besteld worden. Ja. Dat je even googelt. Het nieuwe normaal. Arie de Bruin of Len Munnik bij googelen. En dan verschijnen er direct een x-aantal. Ja, nou ja, ik hoop heel erg mensen er nog aanschaffen. Dat mensen, als ze in dat stadskantoor komen, toch even gaan kijken. Want ook de tekeningen in het boekje, ze zijn gewoon ongelooflijk leuk. Ik heb een aantal mensen ook het boekje cadeau gedaan. Die zeiden van, ja, we waren ook al lang fan van die tekenaar. Arie, dankjewel dat je het nog even hebt willen komen toelichten.